Lazy Daisy, lussteek. Ik heb hier alvast 5 puntjes neergezet. Ik kom in het midden van de 5 puntjes omhoog. En ongeveer net daarnaast ga ik ook weer naar beneden. Maar ik hou mijn werkende draad vast. Kom ik omhoog door 1 van de getekende puntjes. Door de lus. Trek hem aan. Hoe harder je de draad aantrekt, hoe smaller je bloemblaadje wordt. Mijn bloemblaadje vastzetten ga ik net buiten mijn blaadje weer naar beneden. En zo zet ik mijn eerste bloemblaadje vast. 1 blaadje heet ook wel een lussteek. Maak je er meerdere in een rondje, dan wordt het automatisch een lazy daisy. Kom weer omhoog. Net daarnaast ga ik weer naar beneden. Kom weer omhoog op mijn getekende puntje. Trek hem aan. En net buiten mijn blaadje ga ik weer naar beneden. Kom ik weer in het midden omhoog. Ik ga net daarnaast weer naar beneden. Houd mijn werkende draad vast. Ik kom bij mijn getekende puntje omhoog. Nou zie je dat deze een beetje strak is aangetrokken, maar je kan hem altijd later nog een beetje open verklappen. Blaadje nummer 3. We houden de werkende draad weer vast. Kom weer omhoog. Zet hem weer vast, net buiten het bloemblaadje. Kom weer omhoog. Dan zet ik mijn laatste blaadje vast. Je kan ook altijd nog een Frans knoopje maken in het midden van het bloemetje om de bloem een knop te geven. En dit is dan de Lazy Daisy.